zijn als buurt bezig met een stukje cohesie in de straat te creëren. En daaruit is een kerngroep ontstaan van mensen die met allemaal ideeën kwamen. We zijn inmiddels al een paar keer via Google Hangout samengekomen. En zo kwamen online de eerste ideeën van de grond. En een van de eerste ideeën, daar zijn we nu aan het monteren. En dat is een buurtbord. Met de persconferentie van Rutte, de allereerste, kwam ik wel heel hard binnen. Hè, en ik voelde wel een beetje aan van vanavond, dit gaat wel de boel een beetje veranderen, of nogal veranderen voor veel mensen. En ik denk van dat het heel belangrijk is om deze tijd om sociale cohesie te vergroten. Dus om wat te zijn voor elkaar en om liefdevol en in gemeenschap samen te zijn. En ons niet te laten leiden door angst, maar door vertrouwen en... in degenen die om je heen wonen, hè? Dus dat je daar een beroep op kan doen. Het idee van het buurtbord is dat kinderen en ook andere volwassenen daar berichten op kunnen plaatsen, dingetjes achter kunnen laten, kinderen ermee kunnen spelen en dat het eigenlijk een plek wordt in de straat waar je altijd even langs kan lopen om te kijken wat er nu hangt of staat en iets wat je er eventueel aan kan toevoegen. Dus ik zou het leuk vinden als jullie, initiatieven zouden willen ontplooien samen met mij om deze wijk een gezellige plek te houden, ondanks corona of wat dan ook. Dus dat is de intentie eigenlijk een beetje geweest. Mensen zijn al heel erg in hun mobiliteit beperkt, hè? Dus de buurt wordt in één keer een stuk relevanter dan dat die was. Vroeger was dat denk ik meer economisch gedreven, hè? Die sociale cohesie. En dan had je ook minder afleiding natuurlijk. Ik denk dat dat het belangrijk is ook om ondanks de beperkingen die deze nieuwe tijd met zich meebrengt, om te kijken van wat er binnen die kaders mogelijk is. Er zijn ideeën voor een buurtboekje. Die gaat binnenkort, als het goed is, rond. Van deur tot deur. En er zijn ideeën voor het uitwisselen van recepten en het uitwisselen van gerechten. Er zijn ideeën om te kijken of we met Koningsdag misschien toch iets kunnen organiseren in de straat. En er ontstaan steeds meer ideeën. Juist in deze tijd zorgen dat we als straat elkaar vinden en een stukje positieve energie weten te genereren met z'n allen. En vanuit die brief zijn heel veel positieve reacties gekomen. En ook is een groep ontstaan van mensen die aangaven dat ze actief wouden bijdragen. Wonen in de Tielekeshoeven is wonen in groen en dat is heel fijn en je hebt een hele leuke sfeer en inderdaad hele fijne buren.